What up iedereen, dames en heren, jongens en meisjes. Leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag heb ik een live hack video voor jullie waarbij ik 5 problemen bespreek die ik inmiddels heb kunnen oplossen en waardoor het leven op sommige momenten net iets aangenamer is. Ja toch, veel plezier bij het kijken. De eerste live hack die ik met jullie ga bespreken was een veel voorkomend probleem tot sinds kort. Altijd wanneer ik in de haast eerst deo gebruikte en daarna een zwart shirt aantrok, kreeg ik van die witte deo-streep op mijn shirt. Mattie van me zei laatst tegen me, sla je shirt tot de helft binnen ze buiten en trek hem dan opnieuw aan. Dus ik ging het proberen en ja toch, probleem opgelost. Dat ik hier niet zelf op kon komen. Jongen. De volgende lifehack die ik ga bespreken gaat over je opgerolde broek die me blijft zakken tijdens het dansen, lopen of bewegen. Zoals bij mij het geval was. Ik heb zoals te zien is 2 elastieken nodig. Eigenlijk is het voor in het haar. Van mijn nog gestolen, maar maakt niet uit. Ik zet hem om mijn broek, boven mijn enkel op de hoogte dat ik wil hebben. En vervolgens rol ik mijn broekspijpen op tot eenmaal boven het elastiek. Dit is trouwens wel iets voor na de winter, want je ziet me echt niet in de winter zo met mijn enkels lopen. Maar hey, van de week, ik zeg jullie eerlijk, van de week zag ik iemand zo lopen en ik dacht, nah, get out of here man, het vriest. Het is nog erger dan in Friesland, ben je gek? Mij niet gezien, maar voor na de winter is dit de oplossing. De volgende lifehack die ik met jullie ga bespreken komt vast wel bekend voor. Je gaat met een grote groep vrienden, ga je iets gezelligs doen en wanneer uiteindelijk betaald moet worden, is er altijd wel wat. De ene is zijn pinpas vergeten of de andere moet nog contant gaan pinnen omdat je bijvoorbeeld niet de plaats met pin kan betalen. Eindstand ben jij degene die voor de andere de rekening opneemt voor alle gemak. Maar wanneer jij het geld terug moet krijgen, kan het langer duren dan gedacht. Maar met behulp van de Sjaak app gaat het nu een stuk eenvoudiger. Sjaak zorgt ervoor dat je in je vriendengroep gemakkelijk bij kan houden wie wat nog moet betalen door middel van de app. Check it out. Je kunt de betaling bijvoorbeeld in de groepschat delen en eventueel de bon toevoegen. En het betalen kan eenvoudig via je eigen bankieren app. En vervolgens kan je in de app aangeven dat je hebt betaald. Dus dat is wel handig. En trouwens, wanneer een betaling te lang op zich laat wachten, kan wel eens voorkomen, kan je met 1 druk op de knop een reminder versturen. De app is nu gratis te downloaden in de App Store. En je kunt Sjaak natuurlijk ook volgen op de social media kanalen Instagram, Facebook en Twitter. Volgen dus. En dan zijn we nu beland bij lifehack nummer 4. Voordat ik de deur uit ga, check ik altijd mijn oudje. En laatst waren mijn schoenen vies. En dat is een probleem. Mijn schoenen mogen niet vies worden. En is niet altijd te voorkomen. Dus dat betekent schoonmaken. Gelukkig heeft deze lift bij de Laplace waar ik graag kom een borstel iets. Ik weet niet eens hoe ik het moet noemen. Maar daarmee kan ik mijn schoenen wel altijd schoon krijgen. En dit is een eenvoudige en relaxe manier om mijn schoenen schoon te krijgen. Dus probleem gefixt. Jongen. En dan komen we nu aan bij alweer de laatste lifehack. En dit is vast wel een veel voorkomend probleem. Je hebt vast wel momenten gehad dat je bijvoorbeeld 2 pizza's hebt. En je weet niet welke smaak je eerst in de oven zet. Vanaf vandaag vind je gewoon 2 tegelijk. Maar ik zei het, 2 hele naast elkaar gaan natuurlijk niet passen. Dus wat deed ik? Ik ga ze beide halveren. En dan leg ik ze in de hoeken neer. Precies zoals te zien is. Dus het probleem is opgelost. Ja toch, schuilen! Ik stop ze in de oven en dan is het smullen. En dit waren alweer de 5 lifehacks die ik met jullie wilde bespreken. En al deze oplossingen zijn trouwens
gratis toe te passen. En ik hoop dat jullie allemaal aan wat hebben gehad. En voor nu, bedankt voor het kijken. En hopelijk zie ik jullie in de volgende video weer. Vergeet je niet te abonneren. Wauw, duimpjes omhoog. En dan zien jullie mij in de volgende video. Ciao, ciao. Amsterdamse gabber. Ja. Daar zijn we weer. Ja, Roberto. Hè? Cavalli. Cavalli is er weer. We moeten gaan, hè? Ik heb hem zo, hè?